Vertel me heel even over dat ultieme doel nu, die Elfstedentocht. Wil je echt 200 kilometer gaan zwemmen? Zeker. Ik wil in Leeuwarden starten op 18 augustus. En dan via Sneek en IJls en al die elf steden af. En dan kom ik 3 dagen later, als het goed is, kom ik in Leeuwarden weer aan. Ja, maar hoe doe je dat dan? Want je kan toch niet, je moet toch ook slapen? Mensen kan toch niet 2 nachten, 3 nachten zonder slapen? Ja, nou ik hoop op non-stop. Ik hoop echt op in Leeuwarden beginnen en dan gewoon 3 dagen lang zwemmen. Mm-hmm. Heel eerlijk, en dat vind ik ook wel wat spannend. Ik weet niet of ik die 2 nachten echt helemaal doorkom. Mm-hmm. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat ik de komende maanden erachter ga komen. Die 2 nachten niet slapen is niet handig. En dat ik even een luchtbedje in het water neerleg. Want de belofte die ik wel wil maken, ik start in Leeuwarden. Mm-hmm. En ik kom dat water uiteindelijk, blijf ik in het water. Ik ga niet in een hotel slapen of zo. Dat voelt een beetje nep. Dus ik blijf in het water. Maar ik sluit niet uit dat ik nog eventjes een paar keer een half uur ga slapen of zo. Dat zou kunnen. Maar het liefst zou ik hem helemaal non-stop. Ja, maar ja, jij mag alle regels bepalen. Want je Precies. zit in een categorie waar helemaal niemand komt. Daarom. Ja. Ideaal toch? En hoe kwam je hierop? Gewoon, kijk, die Elfstedentocht. Ja, voor mij is dat het meest ultieme. En als we naar het waarom gaan, weet je, ik voel me enorm dankbaar dat ik 16 jaar terug, ook al is het heel erg lang geleden, ik voel me heel erg dankbaar dat ik het geluk heb gehad dat ik van kanker kon herstellen. Mm-hmm. En dat geluk gun ik ook zo enorm aan alle andere patiënten. Maar feit is dat 100.000 Nederlanders per jaar kanker krijgen en dat 40.000 Nederlanders per jaar daaraan sterven. Mm-hmm. En dat doet mij enorm veel pijn. Ik weet niet, ik zou het fijn vinden om hier ook in de studio te mogen vragen. Kanker komt zo vaak voor. En mag ik eens handen zien van mensen die in aanraking zijn geweest in een nabije omgeving met kanker, nu of in het verleden? Mag ik eens handen zien? Ja, dat is dus iedereen. Bijna iedereen. 1 op de 3 mensen, Bo, krijgt ooit kanker. Ja. En omdat ik daar in het ziekenhuis lag en dat er een soort van brandmerk in mij zit, en ik het geluk heb gehad te herstellen, en een soort van overladen van dankbaarheid, wil ik iets terugdoen. Mm-hmm.